Goed, we zijn onze lockertjes gaan halen. Dat hebben we gedaan bij de school van Philippe. Dat deed ze lockertjes weg, dus dat kwam goed uit. Nu, ja, de auto zit echt gewoon absurd vol. De lockertjes liggen voor een deel achter in de aanhanger. Dus, een secondje. Geen die heeft gezien hebt, maar daar ergens. Ja, goed. Dan gaan we die uitlaaien zelfs. En misschien al voor een deel opzetten. Daar zijn ze dus, onze lockers. En om even aan te tonen hoe vol de auto echt zit. Oh shit. Ja, goed. Zo vol dus. Ik had ook veel plaats om te zitten trouwens. Ja. Er zijn er een paar dingetjes veranderd. De muren zwart geverfd ondertussen. Dus ik was aan het zagen. Wat is er nog veranderd? Ja, dus de muur is geverfd. Dan gaan we nu vandaag de hoofdlaag overzetten. Dus dat gaat dan gelijk deze kleur worden. Dit kleur zwart. En dan ligt het parket erin. De klontjes zijn gezet. Dus dit hok gaat vandaag eigenlijk zo goed als af zijn. Dan ben ik gisteren voormiddag met mijn neef het framepje komen hangen. Het is aluminium framepje waar onze ledstrip op gaat komen te hangen. Blijkbaar moet een ledstrip over aluminium of zo geplakt worden, omdat het anders de warmte niet geleidt en het kapot gaat. Daar wisten wij niks van. Dus, maar goed, dat is ons dan eigenlijk nog gezegd hebben. Wat ook blijkbaar niet handig is, is als de spiegels te kort tegen elkaar zitten. Dus zoals je ziet zit er nu een beetje van ruimte tussen, zodat die niet tegen elkaar komen en ze niet kapot kunnen trillen. Ja, wisten we ook niks van. Dus ja, we gaan verven. Put our hands together. We are one. Can't divide us. Can't divide us. Let them come and try us. We gon' stand together. Put our hands together. Hands up. Don't shoot. We just trying to get ahead, no loot. 'Cause these days, only one phrase, stay true. Ain't nobody safe on these streets. Cold blue, he can't breathe. We can't breathe. Seeing how they handle shit.